De split jerk. Voor de weightlifting, als we van de grond al zout hebben gebracht in de clean en we willen hem uiteindelijk naar die overhead positie brengen, kunnen we op verschillende manieren doen. De meest technische, maar wel waar we vaak het sterkst op zijn, is de split jerk. We beginnen uiteraard altijd voordat we de split jerk in kunnen zetten met de clean. Dus van de grond brengen we mooi naar onze schouders toe. En vanuit daar gaan we beginnen. Het is een jerk, dus we hebben volledig grip op de stang. Ellebogen zijn net onder of voorbij de stang en vanuit daar zijn mijn voeten heup en schouderbreedte. Maar ik ben er goed op spanning en ik heb drie bewegingen. De dip, de drive en de catch. In de dip ga ik recht naar beneden. Ik duw als het ware mijn billen naar mijn hakken toe. Mijn bovenlichaam blijft rechtop. De tweede beweging is de drive. Ik zet explosief omhoog in en ik wil eigenlijk momentum creëren. Dus de stang zou hier al los van mijn schouders af moeten komen. Daarna in beweging 3 duw ik een stukje door en duw ik mezelf onder de stang. Eén voet gaat naar voren en mijn andere voet die gaat naar achteren toe in de split positie. Nog eentje. Bij de split jerk, focus erop dat je met je bovenlichaam in de middellijn blijft. Eén voet naar voren, één voet naar achteren. En in die positie verandert er niks. Dus als ik een denkbeeldige lijn zou maken, komt mijn bovenlichaam er nooit vanaf. Tik, tik. That's it. Focus dat je recht onder de stang blijft. Dat was mijn split jerk.